Waarom doe je dit? Nou, ik doe dit om bewustzijn voor mentale gezondheid te verspreiden, om zwerfvuil te rapen en om bomen te planten. En ik denk dat als ik doorga als wandelend voorbeeld, dat ik heel veel mensen kan aansteken en zeggen, hey, als hij dat kan, dan kan ik dat ook. Voilà. Mijn boodschap is dat als je naar buiten gaat en als je in beweging gaat, dat je mentaal ook in beweging gaat en dat je daardoor dingen in een ander perspectief kunt zien. Dus dat je uiteindelijk, als je die rust in jezelf weet te vinden, dan kun je je leven maximaal benutten en dan kun je dus je maximale potentieel ook benutten. Dus dan kun je leven zoals je wil leven, volgens je hart en niet volgens stress. En om stress en andere mentale problemen het hoofd te kunnen bieden, merkte Mark al snel dat wandelen verlichting brengt. Ik ben het wandelende voorbeeld dat je uit een verslaving kan komen, dat je uit een depressie kan komen en dat je ja, ook anders met je leven om kan gaan en dat je ook nog de goede dingen kunt doen. Want welke verslaving heb je gehad als ik vragen mag? Ik heb een ernstige gokverslaving gehad, ik heb een eetverslaving gehad en dat is nog wel eens lastig. Ik heb een pornoverslaving gehad, ik heb 20 jaar 30 sigaretten per dag gerookt. Ik heb heel veel verslavingen moeten doorstaan. Als ik elke dag zo'n 13,5 kilometer blijf lopen, ben ik een jaar of uit mijn hoofd 18 bezig of zo en dan kom je er ook. Dus op zich is het niet een onhaalbaar doel, maar de reis zelf is het allerbelangrijkste. Mijn levensmotto is ook the journey brings us happiness, not the destination. De reis brengt ons geluk, niet de bestemming. En elke dag gaat het om het doen. Het zwerfvuilrapen, de ontmoetingen, de inspiratie, zelf in beweging zijn, goede dingen verspreiden. En uiteindelijk is het aantal maar een nummer, maar het is wel een leuk levensdoel toch?